Op papier zijn eeneiige tweelingen klonen van elkaar. Maar in de praktijk lijkt dat toch net iets anders. Zo zal de ene misschien groter worden dan de andere en de andere misschien eerder wat grijs worden dan de ene. Daar lijkt meer aan de hand. Waarom zien eeneiige tweelingen er toch niet 100% hetzelfde uit? Vanuit de ArtCube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Goed, waarom zien eeneiige of identieke tweelingen er toch niet 100% hetzelfde uit? En wat heeft dat te maken met progressieve multiple sclerose? Om jullie dat uit te leggen, ga ik starten vanuit de tweelingen. Wel, bij de bevruchting zal één eicel bevrucht worden door één zaadcel. Deze brengen genetische informatie samen en van daaruit zullen er celdelingen gebeuren waaruit de tweelingen zullen ontstaan. U begrijpt dat het genetisch materiaal wat samengebracht is, dat dit hetzelfde is voor beide tweelingen. Ze hebben dus een identiek genoom. Een genoom of een bouwplan. En u herinnert zich waarschijnlijk nog uit de biologielessen dat ons genoom opgebouwd is uit 46 chromosomen. En in die chromosomen staat een code. En die code die wordt gevormd door vier nucleotiden. Door vier bouwsteentjes. We noemen dat een A, een T, een G en een C. Hier zien we een mooi voorbeeld van ons DNA, ons bouwplan, waarin een A bindt aan een T en een G aan een C. En op die manier, door die volgorde van die 3 miljard bazenparen, zoals we dat noemen, achter elkaar te zetten, krijgen we dus een code. En die code die gaat dus vertellen en uitleggen aan het ontwikkelende cel hoe dat de tweelingen zich gaan ontwikkelen. Er staat bijvoorbeeld in hoe groot ze ongeveer zullen worden, welke kleur haren dat ze zullen hebben, of ze überhaupt de haren zullen hebben tegen 35 jaar. Het staat er allemaal in. Nu, als wij op bezoek gaan bij een pasgeboren eeneiige tweeling, is dat voor ons heel moeilijk om het verschil tussen de twee tweelingen te zien. Toch horen we dan van de ouders vaak dat zij na enkele uren al een verschil zien tussen de twee tweelingen. Naarmate dat die tweeling ouder wordt, laat zeggen 5 jaar, gaan wij ook verschillen zien bij hen. En naarmate ze nog ouder worden, gaan we nog meer verschillen zien. Dat is echt niet alleen doordat ze een andere haarsnit hebben of een andere klederdracht, maar er gaan ook andere verschillen duidelijk worden. Zo kan het zijn dat één deel van de tweeling een pigmentvlekje ontwikkelt, terwijl de ander dat niet heeft. Dat ze hun griepje niet allebei op dezelfde manier gaan doormaken. Dat kan dus allemaal. Misschien worden ze zelfs allebei niet exact even groot. Ook dat kan. Maar hoe kan dat nu? Want dat bouwplan dat was toch identiek? Dat was toch hetzelfde? Wel, dat komt omdat ze tijdens hun leven, en eigenlijk al vanaf de ontwikkeling, en dat telt voor alle mensen trouwens, niet alleen voor tweelingen, ga je omgevingsfactoren tegenkomen. Zo zal het zijn dat als die tweelingen gaan ontwikkelen in de baarmoeder, dat zelfs de bloedstroming al anders kan zijn vanuit de moeder naar vanuit de placenta naar de kinderen. Op die manier gaan ze zich dus al anders kunnen ontwikkelen. Later gaat misschien een deel van de tweeling meer in de zon lopen dan de andere. Of iets anders eten. Misschien rookt de ene wel en de andere niet. Ook zullen ze emotioneel andere waarnemingen gaan meemaken. En dat zal allemaal leiden dat er een mogelijk permanente invloed achterblijft op de ontwikkeling van deze tweelingen. Maar wat gebeurt er nu precies? Wel, laten we ons genoom, ons bouwplan, zien als een verzameling van allemaal barcodes. Barcodes die gescand kunnen worden om te kijken wat er moet gebeuren in die cel. En die verzameling aan barcodes is dus in elke cel van de mens hetzelfde. En bij de tweelingen is het zelfs zo, omdat ze een kloon zijn van elkaar, dat die in alle cellen van allebei identiek is. Nu is het zo dat een hartcel of een darmcel of een spiercel hetzelfde genoom of bouwpakket heeft, hetzelfde verzameling aan barcodes, maar dat ze zich toch heel anders gaan gedragen en heel anders gaan ontwikkelen. Dat wil dus zeggen dat bepaalde barcodes meer of beter uitgelezen kunnen worden in één celtype, terwijl het moeilijker is om die uit te lezen in een ander celtype. En zo heeft iedere cel zijn eigen signatuur. Een verzameling van barcodes dus, die afgeplakt kunnen worden of beschikbaar gemaakt kunnen worden. En dat is ook precies wat die omgevingsfactoren doen. De omgevingsfactoren gaan als het ware een laagje nalaten op ons DNA, op ons bouwplan, om te bepalen welke barcodes al dan niet beter of slechter uitgelezen kunnen worden. En dat op het DNA liggen,
Dat is eigenlijk epigenetica, ons epigenoom. En dat is onder invloed van omgevingsfactoren. Dus waarom zien er die tweelingen anders uit? Dit is alvast een verklaring hiervoor. Nu, ik zie u denken, wat heeft dat te maken met progressieve MS? Met progressieve multiple sclerose? Wel, heel vaak wordt gedacht dat multiple sclerose een spierziekte is. Maar multiple sclerose is een aandoening van ons centrale zenuwstelsel. Ons centrale zenuwstelsel, dat wil zeggen onze hersenen en ons ruggenmerg. En in onze hersenen en ons ruggenmerg zitten zenuwcellen, hersencellen. En die zenuwcellen die bepalen ons denken en ons doen. En om dat denken en doen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en zo goed mogelijk te laten verlopen, zit er een klein isolatielaagje rond onze zenuwcellen, hoe die met elkaar in verbinding staan. Die isolatielaag dat noemen we myeline, myelineschede. Dit valt heel goed te vergelijken met een elektrische snoer. Als je een elektrische snoer hebt waarin een koperen kabel zit, waar de stroom over glijdt, dan zit daar rond een plastieke isolatielaag, die ervoor zorgt dat het signaal goed wordt doorgegeven zonder dat er signaalverlies is. Als nu die isolatielaag van het elektrische snoer afgaat, dan zal die koperen kabel warm worden en uiteindelijk zelfs stuk gaan. En dat is eigenlijk ook wat er bij multiple sclerose gebeurt. Bij multiple sclerose gaat die isolatielaag die rond de zenuwcellen zit aangevallen worden door ons immuunsysteem. En op die manier gaat de zenuwcel bloot komen liggen. Als er dan hier geen herstel optreedt door herstelcellen, dan zal die cel dus afsterven. Als we nu gaan kijken naar multiple sclerose patiënten, dan starten de meeste patiënten, 85% van de patiënten, met een relapse-remitting multiple sclerose. Dat wil zeggen dat ze opstoten hebben en dat ze weer herstellen. Ze zullen weer een opstoot hebben en zullen weer herstellen. En dat herstel wordt mede mogelijk gemaakt door die herstelcellen die opnieuw terug dat isolatielaagje aanleggen rond onze zenuwcellen. Nu, na 10 tot 15 jaar dat de patiënten in een relapse-remitting fase zitten, gaat ongeveer 40-50% van de MS-patiënten naar een progressieve fase, progressieve multiple sclerose. Op dat moment gaan die herstelcellen, die nog steeds aanwezig zijn in onze hersenen en zelfs een populatie vormen van 5% van al onze hersencellen, gaan niet meer dat herstel kunnen vormen. Ze zitten er nog wel, maar ze doen het niet meer. We zeggen dan wel eens, dat ruikt naar epigenetica. Want die cel zat daar eerst wel, met hetzelfde bouwpakket, maar zit daar nu nog steeds, met hetzelfde bouwplan, maar kan dat herstel niet meer uitvoeren. Nu hebben wij in ons onderzoekslab gevonden dat als wij die barcodes, zoals in dat bouwplan aanwezig, anders gaan afplakken, dus als we de epigenetica gaan beïnvloeden van die herstelcellen, dat we die cellen toch weer kunnen drijven tot herstel. En dit is een heel interessante vinding. We willen hiermee niet claimen dat we hiermee multiple sclerose opgelost hebben. Helemaal niet. Maar het is wel een heel belangrijke stap in de mogelijke oplossingen die we kunnen zoeken en vinden richting therapeutische aanpak voor progressieve MS-patiënten. Dus om terug te koppelen, waarom zijn identieke of eeneiige tweelingen toch niet 100% hetzelfde? Wel, ik heb jullie proberen uit te leggen dat de omgevingsfactoren die aanwezig zijn ervoor zullen zorgen dat de barcodes in het genoom van deze tweelingen anders uitgelezen kunnen worden door de omgevingsfactoren. Dus dit zal ertoe leiden dat misschien één deel van de tweeling een erfelijke ziekte niet op hetzelfde moment naar voren laat komen als een ander deel van de tweeling, of misschien zelfs helemaal niet. Als we nu kijken naar multiple sclerose en de herstelcellen multiple sclerose als tweelingen, want die cellen hebben ook een identiek bouwplan. Ze zijn een kloon van elkaar. En toch kunnen ze eerst wel wat ze daarna niet meer kunnen. Het herstellen van de myelineschede. En op die manier denken wij dat die barcodes daar een belangrijke rol in spelen. En als wij die barcodes kunnen veranderen, of de barcodes zelf niet, maar als we het uitlezen ervan kunnen veranderen, dat we dat herstel terug kunnen induceren.